En aanstaande dinsdag om 6:10 is er weer een korte aflevering van Dit is Disney. En dan nu ongeveer 10 minuten later dan in uw programmablad staat vermeld, ja natuurlijk. In een tuin vol naaldbomen en heesters met kleurige bessen presenteren Jan Just Bos, Frank de Graaf, Piet Steltman en Antoon van Hoof nu de 75e aflevering van Ja, natuurlijk. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal bij Ja Natuurlijk, 10e jaargang, aflevering 75. 75 is een mooi getal en dat komt goed uit, want ons programma heeft een feestelijk tintje in verband met de komende feestdagen. De Stichting Plantpubliciteit Holland heeft hier een fraaie collectie bomen en struiken bij elkaar gebracht. En daarvan hebben Piet Vellekoop en Koos Zuidgeest weer een hele fraaie tuin ingericht. We gaan daar straks natuurlijk uitgebreid naar kijken. En onze kandidaten die nemen er alvast een voorproefje van. We gaan even kennis met ze maken. Het zijn twee teams. Eén team zijn leden van de natuurclub Bluebirds uit Utrecht. En het andere team bestaat uit drie studenten van de Technische Hogeschool in Eindhoven, afdeling scheikunde. Ze stellen zichzelf aan u voor. Ik ben Peter Penning, 20 jaar. Ik studeer scheikunde. Ton Jansen, 21 jaar. Peter Braat, 21 jaar. Ik heet ook Peter. Ik ken er niks te doen. Peter Sneltjes, 21 jaar. Ik ben Aida, 21 jaar. Ik zit op een leraaropleiding in Utrecht. Ik ben Chris, ik ben 16 jaar en ik zit op school. Nou, het is heel leuk, Aida, dat er nu ook eens een keer een meisje in de onder de kandidaten is. Die studenten, scheikunde, dat lijkt mij zo op het eerste gezicht toch een beetje ver van de natuur staan. Maar dat heb ik duidelijk mis, hè? Nou, dat mogen ze misschien op de landbouwhogescholen in Wageningen denken, maar dat heeft heel veel met de natuur te maken, want de natuur en het milieu zijn in de afgelopen jaren stevig verziekt door allerlei troep die erin gespuit is, allerlei zware metalen, DDT, PCB's, de hele rotzooi. Allemaal in de natuur en daar zijn we er vanaf. En dan wordt het opgegraven. Wat heb je dan? Nou, gelukkig heb je nou een kleine mentaliteitsverbetering. Dat de studenten ook wat meer bewust worden. Ja, daar hopen wij later dan werken. Die krijgen de rotzooi op te ruimen. Dat is wat wij er verbreid. Dat is meer de studenten dat, die zo overdenken. Neem ik aan van wel, ja. Bij ons op de taal wordt ook nu wat vakken als milieukunde en dergelijke gegeven. Om toch die bewustwording wat te versnellen. Dus, leuk. Ja. En de natuurclub, waar houdt u zich zoal mee bezig? Dat was eigenlijk van iemand anders. Ja? Nou, we houden ons met verschillende dingen bezig. We geven de kinderen les. Dit zijn kinderen vanaf 8 tot 15 jaar oud. De club bestaat uit een leidinggevende groep van 4 man. Inclusief en een vrouw dus. Meisjes, als je wil. En wij geven les over de natuur in de wijk. En natuurlijk ook de natuur rondom. We hebben ook bepaalde acties ondernomen. Zoals een prullenbakkenactie. Er stond namelijk nog geen één prullenbak in de wijk. En het is een nieuwbouwwijk. En daar moet ik ook een prullenbak bij hebben. Anders gooien ze al die zooi op straat. Doen ze nu ook wel. Maar goed, er moet een prullenbak zijn. En we hebben een handtekeningactie gehouden. En zodoende zijn de eerste prullenbakken in de wijk gekomen. Alsjeblieft. Zeg dat lesgeven. Hoe gaat dat precies in werk? Dat is in schoolverband of daarbuiten? Nou, niet zozeer. Het is, we hebben een clublokaal in het buurthuis de Musketon in de Netten. En daar zijn alle faciliteiten aanwezig. En we geven daar soms een lesje. En soms gaan we knutselen of wat dingen buiten doen. Goh, wat leuk. Ja. Wat heeft Chris daar bij zich trouwens? Ja, dat is het embleem van de natuurclub van ons. Ai, wat is dat leuk zeg. Het heeft een donateur van ons gemaakt. Mevrouw Calé. Mevrouw Calé, kan wel even zeggen. Het oudste erelid van onze club. Mooi zo.
Nou, dat moet je dan maar als mascotte gebruiken straks in de quiz. Ik wens jullie trouwens allemaal veel succes daarmee. We zien elkaar zo terug. Ja. En dan gaan we nu even kijken, dames en heren, wat we verder voor u vanavond in petto hebben. Met Frank de Graaf gaan we naar walrussen kijken. Indrukwekkende en door hun uiterlijk opvallende bewoners van het hoge noorden. Op de Veluwe dreigt de trekroute van de herten door een autosnelweg onderbroken te worden. Hoe men dat denkt op te lossen, hoort u van Piet Steltman. Dwergmangoesten, waakzame actieve diertjes met een zeer hecht familieleven, spelen de hoofdrol in het onderwerp van Antoon van Hoof. We hebben prachtige kerstversieringen in de studio. Als dieren van de maand 2 konijnuiltjes. En in ons eerste onderwerp gaan we naar de Schotse hooglanden. Nog is de winter niet ten einde in de Schotse hooglanden. Maar elke nieuwe dag rijst de zon hoger boven de heuvels. De dooi zet door, druppel na druppel. Druppels die straaltjes worden. Straaltjes worden beken. En overal in de dalen klinkt het geruis van smeltend ijswater. Daar is hij dan, de steenarend, die majestueuze vogel. De zeewiermaaier moet alles van het gewas en het oogstseizoen afweten. Deze grootschalige industrie draagt gelukkig goed bij tot de kennis en instandhouding van het onderwaterwoud. Veel van wat er nu gemaaid wordt, zou anders afgebroken en op het strand aangespoeld zijn. Wel genoten badgasten na het verdwijnen van de kelpwouden van zeewiervrije stranden, maar misschien is deze rommel toch de moeite best waard. Dit afval heeft misschien nog andere rijkdommen voor ons in petto. Want er voltrekken zich hier nuttige ontbindingsprocessen. Bij het verteren van het zeewier door microben komt methaangas vrij. Zou dat proces gereguleerd kunnen worden, dan zou het een nieuwe bron van energie kunnen zijn om in Amerika's enorme behoefte te voorzien. Methaangas uit zonne-energie, via de ontbinding van zeewier. Het is dan ook geen wonder dat er gedegen onderzoek plaatsvindt om deze planten beter te leren kennen. Er worden hier nieuwe kruisingen gekweekt. Het plan bestaat al jaren om in zee bruinwier op commerciële basis te telen op uitgestrekte onderzeese akkers. Maar allereerst moet je je gewas kennen. Je moet het meten. Hoe snel groeit het? En hoe belangrijk is de kwaliteit van het zeewater? Ook moet je weten welke voedingsstoffen het nodig heeft. En wanneer en hoe die voedingsstoffen aan de oceaan worden onttrokken. De ontwikkeling van regelbare duikapparatuur in de jaren 50 heeft de oceaan voor de wetenschap ontsloten. Nu kon de kelp in zee worden gevolgd en sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek pas goed op gang gekomen. Dit is het laatste technische snufje om de geheimen van het reuzenzeewier te doorgronden. De hemidoom, een onderwaterbroeikas in de vorm...